Want het gedoe rond NOS Sport, dat is nog niet voorbij. Het begon vrijdag met een artikel in de Volkskrant over het grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van de sportredactie. Nu bijt de andere kant van zich af. Tom Egbers stopt tijdelijk als presentator. Zijn vrouw Janke Dekker voorgoed als voorzitter van Meldpunt Morris. Dat is de plek waar je moet zijn als je melding van grensoverschrijdend gedrag in de media wil maken. Maar vertrekken, dat doet ze allerminst met stille trom. Dekker haalt in het AD hard uit naar de redactie van de Volkskrant. Ze heeft het over onjuistheden en framing. Zo zou ze wel degelijk met de krant hebben willen praten, terwijl in het stuk het tegenovergestelde staat. En bovendien zou het bij de affaire van haar man om een wederkerige relatie zijn gegaan. En heeft haar dochter een brief naar de redactie van de Volkskrant gestuurd, waar volgens Dekker vervolgens niets mee is gedaan. Pieter Klok is hoofdredacteur van de Volkskrant en hij reageert gisteravond bij Umberto op die uitspraken van Dekker. We willen heel graag uitgebreid spreken. En dat willen we nog steeds heel graag, zodat ze haar verhaal kan doen. Maar alles waar zij op wijst, daar kunnen we niet zoveel mee. Ja, nu zien we de verhalen vanuit de media bij de NPO. Maar dit is natuurlijk niet iets wat alleen maar speelt in de media. Ook in de zorg hoor je verhalen op de werkvloer die over ongewenst gedrag, laat het zo maar noemen. Wat is u daarvan bekend? Nou, dat komt inderdaad heel veel voor in de zorg. En dan moet ik misschien nog onderscheid maken, want enerzijds heeft dat relatie met de patiënt en de familie. Anderzijds met collega's of leidinggevenden. Ja. Wij zien veel ongewenst gedrag voorkomen. Zo wordt het ook ervaren. Nou, of agressief gedrag. Dus dat zijn bijna 80% in de afgelopen 2 jaar ervaren zorgmedewerkers dat. En dan zit hij van slaan, schoppen, aan de haren trekken, tot ook seksueel getinte opmerkingen of zelfs aanrakingen. Maar dat is dan wel heel sterk gerelateerd ook aan patiënten en familie. En is er iets wat u daar dan aan kunt doen? Zeker. Het is heel belangrijk dat de cultuur is dat je erover kunt praten en dat je daar ook open voor staat en op protocollen met elkaar afspreekt. Als nu 91 willen we graag een landelijk meldpunt hebben, omdat we willen zien dat ze het heel fijn vinden dat ze ergens terecht kunnen met hun ervaringen. Want ze met een meldpunt is dan duidelijk wat er voor problemen spelen. Maar uiteindelijk wilt u natuurlijk die medewerkers ook beschermen tegen dit soort gedrag. Zeker, maar dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Dat moeten we met z'n allen doen. En het begint natuurlijk eerst dat je uit de taboesfeer haalt dat je het kunt melden. Dat je het bespreekbaar maakt. En op het moment dat je daar goede afspraken, richtlijnen maakt, dat ze ook weten waar ze terecht kunnen. En hoe je er dan mee omgaat als het gebeurt. Ik denk dat dat heel belangrijk is.